Nog eentje, nog eentje. Eén collega vraagt om uw assistentie. Ja, we hebben hem. Oh, daar had hij mij even. Nee, heeft ook allemaal geen zin, want hij botste gewoon langs. Yo mensen, super tof dat we kijken bij de slutnieuwe video. We gaan vandaag weer LSPD ervaren, even geleden. Dus we gaan vandaag weer eens even een toffe video ervan maken. Vergeet allemaal geen nick niet te abonneren, als super tof zijn. Dan gaan we vandaag ook in deze prachtige Vito op pad vandaag. Dan is echt ook weer aangevraagd om weer in de Vito te gaan. En ik denk van ja, waarom niet hè? Ik zal hem er even aan jullie laten zien. 12013, 12010. Even kijken zo. Dan zal ik hem hier nog aan jullie laten zien. Ja, een heel mooi achterkantje. Ik weet niet precies door wie die is gemaakt. Maar in ieder geval, dikke vette complimenten. Er staat ook niet een watermerk op of zo van iemand. Nou jammer. Anders zou ik het wel natuurlijk gewoon een dikke shout-out geven. Ik vind hem echt super dik. Hij rijdt ook lekker. Even kijken, de lichten. Kijk, doet het gewoon prima. LSPD Ervar is voor mij ook al even geleden. Ik heb het even niet meer geüpload. Eigenlijk ja, ook wel jammer moet ik zeggen. Want ik vind dat wel hartstikke leuk om op te nemen. Maar ja, we hadden ook van alles nog gedaan. En al in de weken. Hier een bericht voor alle wagens. Een bericht voor alle wagens. Het AT is onderweg. We have a possible 148 in Grande Sonora Desert. Rijdt alsjeblieft prio 1. Nou, deze melding gaat over dat de gevangenen zijn ontsnapt, dacht ik. Prisoners have. En ik kon het niet lezen, want het gaat te snel weg. Maar in ieder geval, ik dacht dat ik had gezien dat de gevangenen prisoners waren ontsnapt. Dus we gaan dus zo snel mogelijk naartoe met onze bus. Maak eens een beetje ruimte, jongens, voor mij. Nou, ik ga er echt volop af, want het is wel echt eventjes een prio eentje dit. Ik ga niet gelijk laten merken dat ik eraan kom, want dan weten ze al gelijk van oh, er komt politie aan, we gaan snel weg. Zeg maar, want ze weten wel dat ze zijn al ontsnapt, dus eigenlijk... Ja, ze willen zo snel mogelijk weg. Maar, hoe noem je dat ook alweer? Dat ze dan niet tegelijk weten waar ik ben ofzo, ja. Gelijk, dat er niet gelijk politie ofzo is. In ieder geval, dan gaan ze misschien nog sneller weg, misschien. Ik zal het zelf ook niet precies weten. Zo, ik heb LSPD Ervar wel weer gemist, moet ik eerlijk zeggen hoor. Mooie voertuigen heb ik ook, echt, niet normaal. Gewoon volle kracht vooruit. En de lek is hier zo te zien ook gefixt. Dus dat is helemaal mooi. Ik heb het eventjes helemaal, mijn pc even helemaal schoongemaakt en al. Dus het ziet er op zich nog wel goed uit. Ik ben er heel erg tevreden mee. Nou, we gaan gewoon volle kracht naar de persoon. Nou ja, prisoners, personen. Het kunnen er meer zijn, kunnen er ook misschien eentje zijn. Misschien twee, we gaan het wel zien. Maar in ieder geval, ik kan altijd nog mijn backup halen. Local air support. Rijdt alsjeblieft prio 1. Eventjes de Zulu erbij. De Zulu, wij gaan even die kant op. De verdachte begeeft zich in oostelijke richting. Hij gaat wel een beetje aan de realistische dingen houden. Oké, eenmaal achtervolging van een prisonbus. Oh. Even een stopteken geven en even een backup. Rijdt alsjeblieft prio 1. 1202 OC, we komen eraan. Eventjes backup erbij, want dit is niet normaal. Maar is dat marechaussee die daar rijdt? 2010, we hebben zicht op de verdachte. Ja, we hebben hulp van de marechaussee vandaag.
Oh, lekker bezig, Marichuché. Hoe gaan we dit doen? Ze rijden wel richting de gevangenis. Een collega vraagt om een assistentie. Assistance required on route 60. Rijd alsjeblieft prio. Oh jongens, pas op jongens, hier loopt. 1200 euro, komen dan. Ze doen nog helemaal niks. De bewakers doen niks. Kom op, crash, crash, crash tegen die paal, crashen. Hup, het is klaar. Hup, staan blijven. Staan blijven. Oké, okay, taser, taser. Ah, mijn poppetje is niet meer zo snel. Een collega vraagt om een assistentie. Oh, die helikopter gaat erachteraan. Oh nee, wacht, die blijft hier. Oh, ik ga er echt op af, jongen, op die man. Oh nee, ik kan hem nou zeker ook niet pakken, zeker. Kijk, jullie hebben wel echt een heel mooie Camaro-bus, maar... Weet je wat nou is? Die bus zit vast. Oh, erg. Hup, uitstappen. Nou, dit wordt de melding is een soort van gebeurd, moet ik zeggen. Nou, dat ga ik wel even zo doen. Want dan... is in ieder geval dit het einde. Zo, ja, maar die melding hier is hartstikke gebukt. Anders hadden we hem wel. Dus we gaan gewoon zeggen van, we hebben de bus tegen kunnen houden en alle mensen van de prison hier zijn opgepakt en nu zijn we terug in de prison. Nou, voor de rest prima melding. Nu staat die vet nog. Nou ja. Dan gaan wij er gewoon weer lekker door op dienst. In de Vito, echt een prachtig ding. Nou. Citizens reporting a possible 480 on route 68. Motorongeluk in de prison. Oh, ik zie ze daar. In de prison. Oké. Okay. Oh jee. Ik kan daar niet komen. Wacht, als ik dan... Wat is het nou weer? Ik kan daar niet komen. Ik kom daar niet. Nou... No request and call out. 10-4. Ja, ik kan daar niet komen. Wat is dit voor melding weer hoor jongens? Wat voor dienst hebben we vandaag nou weer? Gaan we even een melding aanvragen bij dispatch. De meldkamer. Units reporting. A wanted felon. Mm, nee, die zit weer in de prison en dat doe maar niet. Sonora Freeway. Ik durf daar niet. Weet u alstublieft prio 2. Nee, dat durf ik niet. Dat doen we maar niet. Adam 5, copy that. En route. Nou, binnenkort ga ik ook weer LSP hiervoor streamen. Dus dan. Dus die krijgen jullie ook nog een keer van mij. Maar ja, nu gewoon even lekker een videootje hè, van LSP hiervoor. Van deze komt, dacht ik. Wanneer komt deze nou weer online? Want. Nee, niet op zondag. Ik denk op maandag of dinsdag of zo. Kwam deze. Dacht ik. Ik weet niet meer waar. Ik had een hele mooie datum ervoor, maar ik weet het niet meer. Citizens report an arson attack in Sandy Shores. Rijd alsjeblieft prio 1. Prio 1 onderweg.
Nou, heel vervoerstrein hier, alles. Nou. Hoi. Dan rijden we even flink door naar de melding. We zijn er bijna, we zijn er bijna. Zo. Maar de brandweer staat hier wel, zie ik. Oh, het tankstation. Oh, damn. Nou wel, die ontploffingen maken wel veel cooler. Goedemiddag. Er was een man, ze zeggen dat hij, een beetje met zo'n, hoe heet dat, een jerrycan, dacht ik, dat die brandweerlid tegen mij zei. Hij zei dat hij hier ergens aan het rennen was, dat ze hem deze kant hebben gezien. Ik zie hem rennen. Ik snap wel waarom dat hij weggaat. Ik zie hem rennen. Goedemiddag. Je mag even staan blijven. Hey, blijf eens even staan jij. Nee, ik wil dit echt niet doen. Mijn auto. Ik heb geen zin om te rennen, jongen. Sta blijven, wordt geschoten in de been. Hoe rent deze man nog? Oh god. Nee, meneer. Stop. Nee. Oeh. Oh. Die man heeft zoveel geluk dat hij niet op die trein sprong, jongen. Mijn poppenke gaat dood. De conditie gang. Stoppen nu. Op de grond. Hoe kom je aan het ding, jongen? Een bericht voor alle wagens, een bericht voor alle wagens. Deze melding is ten einde. Goed werk. Even kijken, ik krijg. Jij gaat even met mij mee, jongen. Eenheden meer nodig. Gaan we even hier stilstaan? Nou. Police. Oké, mag ik eventjes een checkje voor jou? Nou, even kijken. Wat ben je aan het doen? Hij wil dat niet antwoorden. En heb jij drugs opgehaald? Hij zegt dat hij klaar is, maar ja. Hij zegt dat hij niet heeft gedronken. Waarom? Maybe in the States. Ja, ik kan het ook even fouilleren. Volgt hier in eerste instantie een bericht voor alle wagens? Een bericht voor alle wagens? We have a Grand Theft Auto in progress in Sandy Shores. Oké. Op zich wel goed. Dan wil ik een transportje voor meneer. Een collega. Nu ga ik wel eventjes. Kijk jongens, het staat niet onder cheaten. Mijn auto is heel ver weg. Wanneer je auto heel ver weg is, doe ik gewoon dit, jongens. Nou, dan. Word jij opgehaald door mijn collega en dan wens ik u nog een hele fijne avond verder. Ja, hier een collega. Nou, en verwachten dat hij uitstapt. Helemaal top. Hallo. Top. Dan rijden wij ook weer verder in dienst. Nou, het is wel mooi wel zeg, deze dienst.
Ach ja, dan rijden we gewoon lekker rustig verder. Komt allemaal goed. Even kijken, dan wil ik toch weer een melding aanvragen. 12-01. Ja, deze wil ik doen. 1 Lincoln 18. We have vehicles racing. Oh, ik ga even een helikoptertje erbij halen, jongens. 1202 OC, we komen eraan. 2010, we hebben zicht op de verdachte. De suspect speed is 68. OC de Zulu, wij gaan even die kant op. Oh, moet echt flink doorrijden, ik. Want ze rijden in een gearmoord voertuig. Gepanzerd. Dus een beetje kogelwerend voertuig. In ieder geval, die krijg je niet zomaar kapot, zou ik maar zeggen. En er vliegt een ambulance helikopter erachteraan. Oké. Bots. Lekker bezig, collega. Gas. Ik weet niet waar ze rijden, daarachter. Ja, ik zie ze daar rijden. Is dat nou een Karuma of niet? Nou, twee autootjes deze kant op. Een collega vraagt om een assistentie. Assistance required in Grande Sonora Desert. Rijdt alsjeblieft Prio 1. 12.05. Oh jongens toch! Oh jongens. Ja precies, zegt er wel ja. Ik weet niet wat voor gepanzerd voertuig het is, maar die gaat wel pokken snel. Hij beukt ook tegen alles wat hij ziet trouwens. Zo, jeetje, kijk dat voertuig. Nou, ik heb eventjes door de megafoon heen gepraat, maar die gaat niet luisteren, denk ik. Een collega vraagt om een assistentie. Assistance required on Palomino Freeway. Rijdt alsjeblieft Prio 1. Zo, die komt even aangekrost. Die komt even aangekrost. Oh collega, wat hoe ziet jullie auto nou weer lekker uit, jongens? Zo, mijn busje gaat er goed op. Ik ga pitten. Oh, nee, dat lukt niet. Dan wil ik graag een rood blok. Een collega vraagt om een assistentie. Ja! Ja, we hebben hem! Staan blijven! Staan blijven! 2010, we hebben zicht op de verdachte. Oh, we hebben hem niet! Nog eentje. Een collega vraagt om een assistentie. Assistance required. 7, uniform, Mike, Romeo. Ja, we hebben hem, we hebben hem, we hebben hem. 2010, we hebben zicht op de verdachte. Oh! Daar had hij mij even. Meneer heeft ook allemaal geen zin, want hij botste gewoon langs. Assistentie. Assistance required on Palomino Freeway in Marietta Heights. 1202 OC, we komen eraan. Twee roadblocks, ik ga gewoon twee roadblocks neerzetten. Waarom zetten ze die hieronder? Waarom zetten ze die roodblok daaronder? Oh, dit wordt echt zo'n hele lange video met alleen maar een achtervolging volgens mij. Roodblok. Een collega vraagt om een assistentie. Assistance required. 7, uniform, Mike, Romeo, 301. Ze zijn van de snelweg. Oeh. Nou, politie genoeg hier, zou ik zeggen. Nog een roadblock. Oh, ik heb nog nooit zoveel roadblocks neergezet. Een collega vraagt om een assistentie. Assistance required.
Zet ze die daar neer. Oh. Uniform, Mike, Romeo, 3. Nou, ik doe toch eventjes een noose wat in deze kant op. Hier een bericht voor alle wagens, een bericht voor alle wagens. Het AT is onderweg. Een collega vraagt om een assistentie. Assistance required in Strawberry. 2010, we hebben zicht op de verdachte. Zo, wat een achtervolging, jongens. Oh, daar gaat de B-klasse. Oh! Wat deed ik dan? Request pit, request pit. You cleared to perform the pit. Oh, we hebben nou twee helikopters. Hoezo komt er in één keer de andere helikopter erbij dan? Oh, dat is die hier altijd random vliegt ofzo. Dan krijg je altijd heel random helikopter mee. Hoe raar altijd. Oh, jongens. Een quest pit. Jeetje, waar is dit voor achtervolging? Rijdt u alstublieft prio 1. 1202 OC, we komen eraan. 2010, we hebben zicht op de verdachte. Jeetje, die B-klasse, die had geen ene kans om hem te pakken, die B-klasse. Ja, dat zie ik ook. Oh, pas op, B-klasse. Lekker handig, hoor. Vrachtwagen, kom op, joh. Ga eens aan de kant. Oh, die Bearcat komt eraan. Ik snap die Bearcat wel. Zo, er komt een hele lijn aan politie eraan. Maar hoe willen we dit nog gaan stoppen? Dat gaat niet lukken. Hij is te snel voor ons eigenlijk. Nou ja, dat ook weer niet. Maar hij houdt hem wel bij al in dat voertuig wat hij heeft. Dat voertuig is gewoon niet normaal. Hoe hard dat ding gaat, dat is echt niet gezond. Hier een bericht voor alle wagens, een bericht voor alle wagens. Het AT is onderweg. Een collega vraagt om een assistentie. Kom op, Bearcat. 2010, we hebben zicht op de verdachte. Oh, heb ik ook heel veel aan gehad. 1205, ik ben onderweg. 2010, we hebben zicht op de verdachte. De ambulance. Hoezo doet de ambulance mee dan? Een collega vraagt om een assistentie. En nu ga ik cheaten ook, hoor. Hij heeft geen ene nut, jongen. Kom op. Stop nou eens. Hij stopt echt niet. Hier een bericht voor alle wagens. Een bericht voor alle wagens. Het AT is onderweg. Een collega vraagt om een assistentie. Tegen de muur. Nee. Verdachte is te voet. 2010, we hebben zicht op de verdachte. Oh, ik ben hier zo blij mee dat we hem hebben, jongen. Nou ja, nog niet. Kijk hoeveel marechaussee. Ik snap waarom dat hem zo'n marechaussee is. Jongen, zeg. Wat een vent ook weer, hè. Vandaag. Nee, echt niet, meneer. Zo, die Eto, die helikopter is gaaf. Die zei even gewoon keihard door die megafoon. Dat is echt gaaf. Daar hou ik echt van. Jongen,
Kijk hoeveel marge, shape en politie hier staat. Holy shit, ouwe. Noem maar deze vent. Die mag echt, die komt nooit meer uit de prison, hoor. Echt. Nou, ik ga jou gewoon fouilleren. Er zijn geen eenheden meer nodig. Hop, en wat heb je bij? Ja, je hebt ook cocaïne bij. Zo. Een collega vraagt om een assistentie. Assistance required on lab 4. Dan sluit ik er hierbij mijn video af. Mensen, bedankt voor het kijken. Vergeet zeker geen duimpje omhoog te doen. Echt, wat een aflevering weer vandaag, jongens. Vergeet geen duimpje omhoog te doen. En dan zie ik jullie later bij een nieuwe video. Later. See you.